sta hier naast Guyo Roba en hij woont hier in het dorpje achter ons. Een klein dorpje wat eigenlijk deel uitmaakt van een hele gemeenschap van een nomadenstam. Deze mensen hebben allemaal te kampen met de enorme droogte die er is. 3 seizoenen is er geen regen gevallen. En voor hen betekent dat bijvoorbeeld dat er 7 stuks vee dood zijn gegaan. Nou ja, als vee je inkomen is, dan weet je, dat hou je niet vol. Want als al het vee dood gaat, dan is er geen leven meer. En het dorp, de mensen, zo vertelt hij net, vrezen ook voor het leven van mensen. Dus dat raakt me ongelooflijk diep dat er geen uitzicht lijkt te zijn. Maar tegelijk, de overheid helpen, maar ook dat is niet voldoende. Dus de mensen hopen en bidden hier om regen, wat hopelijk voldoende is voor langere tijd.